Meneer Granos wil minder zout eten, maar het zit in veel levensmiddelen. Hoe kan hij er toch voor zorgen dat hij minder zout binnenkrijgt? Ja, dat is een goede vraag. Veel zout zit al verborgen in veel levensmiddelen, omdat fabrikanten het toevoegen. En daarom is het niet zo makkelijk om minder zout zelf te gebruiken. Je kunt een aantal dingen wel zelf doen. Dat is bijvoorbeeld zoutrijke levensmiddelen als kaas, pizza's, kant-en-klaar maaltijden, soep eventueel, minder vaak te eten. Ten tweede kun je in de winkel goed op het etiket letten of er natrium of zout op staat vermeld. Je zult dan zien dat vergelijkbare levensmiddelen vaak grote verschillen in zoutgehalte hebben. Ten derde kun je de ober vragen als je uit eten gaat of de kok iets minder zout kan toevoegen in het eten. En zelf kun je natuurlijk, als je zelf kookt, minder zout gebruiken in je gerechten. En ze wel lekker krijgen met allerlei andere kruiden, waardoor de smaak vaak veel rijker wordt. Omdat het zo moeilijk is voor consumenten om aan de norm van 6 gram per dag te voldoen, zijn we een campagne gestart als Consumentenbond. En op onze website kun je daar meer informatie over vinden. Je kunt informatie vinden over welke producten veel zout bevatten, wat je zelf ook nog kunt doen om minder zout binnen te krijgen. En we hebben lekkere recepten op de site gezet met minder zout. Tot slot kun je onze campagne steunen. En de campagne is bedoeld om producenten aan te zetten minder zout te gebruiken in levensmiddelen.